Ja, we zijn weer terug van weg geweest met goede frek. Het is even druk geweest rondom de E3 en jalalala. Maar goed, we zijn weer terug en daar draait het uiteindelijk om. Ditmaal helaas geen frek die gesteld is per video. Vergeet niet dat dat nog altijd mag. Als je een leuke vraag hebt, stel hem vooral in de video of drop hem gewoon hieronder in de reacties. Deze kwam uit de reacties. Deze is namelijk van Dutch AC Freak, die wij kennen als ons Mark. En Mark die vroeg, hoe zijn jullie terechtgekomen bij Gamersnet? Ach, ik neem je mee naar het jaar dat Batman Arkham Asylum uitkwam. Het jaar dat Modern Warfare 2 uitkwam, Assassin's Creed 2 en het jaar dat Minecraft mijn leven ging verpesten. Eigenlijk vanaf dat moment, 2009, ik ben eigenlijk best wel een laadbloeier als het gaat om Gamers.nl, want de meeste redacteurs hier zijn langer bij Gamersnet dan ik. Ik zat op de school Media en Entertainment Management, HBO, in Rotterdam, in Roffa City. En zoals wij dat al zeggen, je staat ook daar voor gek als je het zo noemt, maar maakt verder niet uit. En ja, dat is nou helemaal zo, dus ook verder waar ik dood was. Maar goed, en toen deed ik mee in entertainment management en toen moest ik een stage gaan zoeken. En toen zei een vriend van mij, Lars, dus daar ga ik nog steeds mee naar de kroeg vaak. Die zei, joh, je houdt er van videospelletjes en ik hou van spelletjes. En hij zegt, misschien moet je stage gaan lopen bij Gamersnet.nl. En ik had nog nooit van Gamersnet.nl gehoord. Ik ging altijd naar Inside Gamer, ik ging naar GameKings, ik ging naar al onze, de mensen die we nu vervloeken, daar ging ik heen, heel fanatiek, mijn nieuws vergaren. Maar games had ik nog nooit van gehoord, dus dat was maart en ik moest in augustus gaan stage lopen. Dus ik denk, ik ga me in maart vast aanmelden als vrijwilliger. Dus toen heb ik dat gedaan en gewoon zoals heel veel jongens nog steeds, gewoon nieuwsje posten, af en toe een gamepje reviewen. En toen zou Gamersnet in augustus een kantoor krijgen voor het eerst. Hummel in Brummen. En Brummen, daar ligt, als je naar Arnhem gaat, dan rij je door tot Duitsland. Dan ga je een heel klein stukje terug en dan ben je in Brummen. En dus daar ging ik stage lopen met Joost, de oude eigenaar. En die zei, jij mag daar de video-items gaan opzetten, want Gamersnet had nul video-items. Ja, twee, letterlijk twee. Ze had er één opgenomen een keer bij een oud event en nog een keer. En die heb ik toen gedaan als stage en toen mocht ik daarna blijven. Dus zo ben ik bij Gamersnet gekomen. En sindsdien is het eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, uit het uitgegroeide hobby. Ik begon als stagiair in 2009 en in 2010 kreeg ik een heel klein contractje. In 2011 iets meer, 2012 iets meer, blablabla. Tot 2014 en toen heb ik Gamersnet overgenomen van Joost. En nu is het mijn site. Dus nu is het, ja. Dus mijn droom is, ja, kan nu dood, want mijn droom is uitgekomen, want dat wilde ik ook wel heel graag. Prima. Opamination. Hoe ik bij Gamersnet terecht ben gekomen? Ik denk dat ik na Michiel op het moment het langste in de crew zit eigenlijk. En dat is heel simpel omdat ik in oktober 2007 begon met schrijven voor Gamersnet. Als in vooral nieuwtjes en af en toe een klein beetje reviewtjes oppakken. Maar nee, ik ben er eigenlijk terecht gekomen omdat ik werkte eerst al voor de zustersite / dochtersite. Want dat was natuurlijk cheatnow.nl die iedereen kent. Iedereen haalt daar zijn cheats vandaan. Natuurlijk. Maar goed, daar werkte ik als eerst en dat was vooral veel cheats invoeren en af en toe dan op de frontpage een stukje schrijven, een special heette dat dan. Dat was een soort van column over een game, dus kon een beetje reviewachtig zijn, kon een beetje inspelen op de cheats. Maar het kwam erop neer dat er af en toe iets geschreven voor moest worden en dat deed ik toen in 2005, 2006 deed ik dat veel. En toen zeiden mensen tegen mij van, ja, die specials zien er wel goed uit, je bent eigenlijk iets te goed voor CheatNow, dus je moet eigenlijk gewoon eens een keer proberen aan te kloppen bij Gamersnet en vragen of zij jou willen hebben. En eigenlijk was de regel ook zo dat ze niet, ja, ze gingen geen mensen meer aannemen van CheatNow, want dat is heel lang gebeurd. De grootste helden bij Gamersnet kwamen eigenlijk altijd van CheatNow. Daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt, maar uiteindelijk zeiden ze toch van, ja, oké, hij schrijft leuk en hij is nog wat jong, maar als een ware Anakin Skywalker zeiden mensen van, we'll train this boy. En zodoende ben ik een beetje doorgestroomd naar Gamersnet. En zo kwam ik dus ook, Peet had het al over de eerste video's. Dat was van Gameplay 2007. Lenny zat erin op de achtergrond als een fan. En ik zat er daadwerkelijk in als een redacteur. Maar ik was 15 of zo, dus ik zat nog op de schouders van iemand anders. Dus dat was heel gekke bedoeling. Ga het maar opzoeken. En dat is maar goed ook, want lesbische alien seks, dat is helemaal niks voor jou. Of wel? Nou, tja. Gekke video was dat. Maar goed, zo is het wel begonnen. Van CheatNow naar Gamersnet. En toen van Gamersnet van het onderdeurtje naar ja, wat ik nu doe. Dus hier zitten. Super. Echt nice dit. Top. Thanks jongens. Als jullie allebei even je bek houden. Dankjewel. Ja, ik ben eigenlijk zo'n 10 jaar. 10 jaar en 2 maanden geleden, om precies te zijn, bij Gamersnet gekomen. En dat was toen nog als bezoeker. Want toen was ik namelijk ook nog 10 jaar oud. Zou je niet zeggen, ik zie eruit als 35, ik weet het, maar dat komt door de wallen. Maar toen ben ik eigenlijk bij Gamersnet gekomen. En dat was toen nog als bezoeker. Ik ben begonnen op CheatNow.
En daarna ben ik later ook via het forum op Gamersnet zelf terechtgekomen. Daar ben ik best lang geweest. Ik ben er ook een paar keer een tijdje tussenuit geweest. Totdat ik zo'n 2 jaar geleden, in ieder geval met de game, vlak voor de Gamersnet Marathon weer terugkwam. Ik keek in ieder geval op de site en ik zag dat er een marathon was. Toen ben ik gaan kijken. 1 of 2 keer in gaan bellen. En toen raakte ik aan de praat met de een en de ander. Toen ben ik bij de Man bij het Hond uitzending geweest. Toen nog als superfan. Zeg maar zonder shirt en heel groot Gamersnet op mijn buik getatoeëerd. Goedenavond, welkom bij de Man bij het Hond kerstpubquiz. Een pubquiz in kerstsfeer. Ja, daarna heb ik eigenlijk een sollicitatiemailtje geschreven naar Leon, een column. Dress to Impress, over hoe je het beste in Skyrim kan kleden. En op basis van die column werd ik, god mag weten waarom, aangenomen. En zo ben ik eigenlijk bij de Gamersnet crew beland. En, saillant detail, wisten jullie dat ik na Tom en Koen de langst lid ben van Gamersnet? Sinds 15 mei 2006. Fuck jou, Michiel, want Michiel is 1 dag na mij lid geworden. Hoe ik bij Gamersnet ben gekomen is eigenlijk wel een grappig verhaal. Ik was in Haarlem bij IGN, waar ze aan het kijken bij een Hearthstone toernooi. En ja, Peter was er ook. Ik was eerst een beetje verliefd naar mij aan het kijken, dacht ik. En toen op een gegeven moment stapte hij naar mij toe. Toen bleek dat het eigenlijk ging over de bak nootjes die achter mij stond, die hij overigens helemaal op had. Met respect daarvoor nog. We zijn eigenlijk toen een beetje in gesprek gekomen. Het was open bar, op een gegeven moment waren we een klein beetje aangeschoten. Peter iets minder, ik heel erg veel. Slecht tegen drank. We hebben een beetje gepraat over e-sports. Peter dacht toen van ja, ik weet zeker niet of het iets gaat worden. Moet ik even kijken, weet je wel. Die mensen zijn allemaal een beetje raar, een beetje nerdjes. Niks voor mij, zei hij. Ik run wel een gaming website, maar die zijn toch wel een beetje een ander slag volk. Ik kwam Peter naar de hand ook nog super vaak tegen bij verschillende LAN-parties waar ik altijd aanwezig was. Ik was er altijd aan het juichen of aan het filmen voor AT Gaming toen. En Peter was me altijd bezig aan het houden bij de tuk-tuk. Van hey, moet je even kijken hier, leuk. Dat ik eigenlijk hele tijden daar stond. Was super vet trouwens wel. Nog loodjes gekocht samen en het eten gegaan. Was wel nice. Peter heeft mij er aan de hand uitgenodigd bij het pannenkoekenhuis. Zoals hij bij iedereen doet om hem te charmeren en in te palmen. Is hem goed gelukt overigens. Want daarna heb ik besloten om bij Gamersnet het e-sports nieuws te gaan presenteren. Zodoende is het eigenlijk gekomen. Ik ben echt een newbie. Nee, maar eigenlijk ben ik nog een beetje de noob inderdaad bij Gamersnet. De laatste toevoeging aan Gamersnet. Ik kon niet zeggen de beste, ik bedoel dat doen de kijkers zelf al. Maar het is toch wel... Nee, grapje. Maar goed, daar heb je het. Dat zijn alle manieren hoe onze redacteuren die even langskwamen voor Goeie Vrijk uiteindelijk bij Gamersnet terecht zijn gekomen hier in onze gezellige crew. Was wel zo leuk. Heb je nou zelf ook een heel leuk verhaal van hoe jij zeg maar op de site terecht bent gekomen? Laat het ons vooral weten. En hey, vergeet het niet, drop een nieuwe Goeie Vrijk. Heb je een leuke persoonlijke vraag? Je mag hem per video stellen, maar je mag natuurlijk ook gewoon leuk met een reactie even hieronder je vraag droppen. Dus tot snel, tot volgende week en hopelijk komen we jullie met een heleboel leuke, toffe, nieuwe frags voor volgende week. Peace.